Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed. Ik oh, was hier live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Een reenactmentgroep brengt een tijdsperiode tot leven, bijvoorbeeld die van de Tempeliers. Dat houdt dan automatisch in dat je als deelnemer moet onderzoeken hoe men in de volle middeleeuwen leefde. En dan merk je. Dat je niet ver komt met schoolboekenwijsheid en dat er heel veel nuances in de geschiedenis zitten. Meer nog, wanneer je dan als Tempelier in het midden van een veld zit, dan merk je dat heel veel van die wijsheid in de praktijk nergens op slaat. Als je zo'n Tempelier wil worden, dan moet je tegen een verrassing kunnen. Zo ook tegen vrouwen, zoals historica Stefanie Verbrugge. Goedenavond, mijn naam is Stefanie, uh, maar in, de, in ons kamp van de Tempeliers sta ik ook wel bekend als Adelisa, de Montfort-Cyril. Um, ik ben nu ongeveer vijf jaar bij de Tempeliers. Uh, ik ben daar ingerold nadat ik, um, ik kwam terug, ik was afgestudeerd, ik heb een stage gedaan in het buitenland. En te, toen ik op stage was in het buitenland, kreeg ik een bericht van een vriendin die wist dat ik heel erg geïnteresseerd was in geschiedenis. Ik ben historica van opleiding. En zij had de kans om mee te gaan met, met deze orde, met deze vereniging, met stempeliers. En ze zei van ja, waarom zou je niet eens meegaan? Nu blijkt dat je blijkbaar eh, een Peter moet hebben of iemand die je uitnodigt als lid. En mijn vriendin was eigenlijk geen lid op dat moment. Dus ze zei van well, ja, stuur een berichtje naar mijn vriend die wel lid is en vraag of dat met hem die mocht meegaan. Die vriend heb ik achteraf gehoord, heeft dat eigenlijk niet zo recht, want hij wil de mensen kennen. Je komt niet zomaar in de vereniging, het is de bedoeling dat je een goede klik maakt met je vereniging. Um, dus ja, goed, ik had toch naar hem gestuurd en ik heb blijkbaar wat overdreven. Ik schrijf nogal graag. En ik had een, een kleine motivatiebrief geschreven, wat hij niet verwacht had. Dus ze spreken nu nog altijd van het epistel van Stefanie, waarop hij heeft gezegd: van, Weet je wat, als je, je zo'n brief kunt schrijven, ga daar maar mee, er gaan toch al veel gasten mee, kom maar af. En na mijn eerste kamp ben ik meteen gevraagd om dan novice te worden. Ik hoorde dat ook heel graag. Um, Novice is dan ja, dat je eigenlijk een, een soort van proefjaar doet. Dus je doet alle kampementen mee, of de meeste. Je kijkt of dat je ligt, of dat je het ziet zitten. Er zit ook veel werk in, veel tijd in, ook wel wat geld in. Um, en na dat jaar word je nog eens gestemd of dat je effectief lid mag worden of niet. En zo ben ik nu een gedurende vier jaar al lid van de, van de vereniging. De Tempeliers um, hebben eigenlijk maar twee eeuwen bestaan: de 12e en 13e eeuw. Um, en ze waren een, een militaire macht in het Heilige Land. Dus ze waren wel heel nieuw op dat vlak, want het was de eerste keer dat er monniken ook mochten gaan vechten. Normaal zien uw standenmaatschappij had uw boeren die moesten werken, uw klerus die moest bidden en uw adel die moest vechten. En voor de eerste keer is dat helemaal opgegooid en je had op, opeens monniken die ook gingen gaan vechten die ook militair waren. En dat is eigenlijk de essentie van de Templiers. Dat waren vechtende monniken. Die vooral in het Heilige Land gingen vechten, maar later ook eerder in Europa. De meeste mensen, als ze denken aan een Tempelier, denken aan een witte ridder, helemaal in het wit gekleed met een rood kruis. Er zijn heel veel misvattingen rond de Tempeliers, en dat is er één van. Die witte ridders, dat was maar een 10% van de orde. De orde bestond voornamelijk uit mensen in zwart of in bruin. Dat waren sergentes. Wat is het verschil? Ridders waren al van adel en kwamen als adel in de orde. Mensen die niet van adel werden, waren, werden meteen sergentes. Je kon niet je wisselen daarin. De orde was, bestond uit eigenlijk twee delen. Het westelijke gedeelte en het oostelijke gedeelte. In het oosten ging je natuurlijk oorlog voeren. Maar goed, om oorlog te voeren, allee, Ze ging oorlog voeren en de stabiliteit bewaren. Soms betekende dat ook net tegen oorlog zijn of tegen een veldslag zijn. We zien dat zij heel vaak aan de meer gematigde kant stonden. Ze wilden rust brengen in dat koninkrijk, niet per se alles gaan uitbreiden. Natuurlijk, om dat allemaal te doen heb je geld nodig. En daar komt dan het westelijke deel uh, in actie. Het westelijke deel bestond voornamelijk uit commanderijen. Dat waren boerderijen of stadsvestigingen. En die gingen vooral aan productie doen. Zij gingen graan opbrengen, ze gingen uh, wijn maken, ze gingen gaan handelen in de steden, ze gingen belastingen heffen, wat dat ze soms mochten doen. Zij waren erop gericht om winst te maken, om geld op te halen, om middelen op te halen, om uiteindelijk in het oosten te gaan vechten. Opnieuw veel mensen denken daarbij aan ja, de tempelier, de, de mannelijke ridder. Het staat ook beschreven in de regel. Dus de, alle tempeliers hebben, de tempelorde heeft een regel, zoals de monniken. En daarin staat als een van de eerste artikelen, er mogen geen vrouwen in de orde, je mag geen vrouwen aanraken, je mag geen vrouwen omhelzen. Dat mag absoluut niet. Het interessante is dat we voorbeelden hebben van bijvoorbeeld in Spanje, en zeker ermengarda. Ermin Garda is samen met haar man ingetreden. En een aantal jaar later zien wij dat zij commandrix is. Commandrix betekent dat zij een vrouwelijke commandeur was. Dus zij dus stond aan het hoofd van een boerderij met een achttal tot een vijftiental sergentes onder haar, die dus eigenlijk aan haar bevelen moesten opvolgen. Dus we zien tussen de, de wetgeving en de, de, de dagelijkse praktijk ligt er wel een groot verschil. En dat is ook waarom dat ik zo graag in, in deze vereniging zit. Ik wil heel graag als historica ook dat, dat grijze beeld tonen. Uh, ja, er staat in de regel geen vrouw, maar we weten dat er vrouwen waren en dat wil ik ook tonen. Um, dat is, en, ja, we hebben ook, in de, we hebben ook een Turkopool in onze vereniging. Dat is een, eigenlijk een moslim of een bekeerde moslim. Die vochten ook samen met de, met de Tempeliers. Uh, we weten dat het niet zwart-wit was, het was niet christen tegen moslims. Je had bijvoorbeeld ook christen, um, Tempeliers die moslims gingen beschermen. Tegen christenen. Opnieuw, de Tempeliers wilden rust brengen, stabiliteit, wilden die koninkrijken ook bewaren die er waren gesticht. Dat hielp niet als je dan om de, om de twee jaar een groep fanatiek christenen kreeg die eigenlijk iedereen wilde gaan afslachten. Dus we hebben voorbeelden, getuigenissen van um, instanties waarin de Tempeliers de moslims gaan verdedigen tegen christenen. En dat beeld, dat vind ik zo fascinerend aan deze vreding en aan dit te doen. Het is heel leuk om. Om die kant ook te tonen. Het is niet allemaal zo zwart-wit. Je we moet eens nadenken bij wat hij allemaal weet over de middeleeuwen. En heel veel daarvan, als je er iets over opzoekt, klopt niet helemaal. En dat dat is, zie ik een beetje als mijn rol hier in de vereniging, om dat wat naar boven te brengen. Wat dat je mag verwachten van onze vereniging als je daar, daarin komt, dat, dat wordt heel sterk bepaald door je persoonlijkheid. Er zijn mensen, vroeger hadden we een discussie daarover, de meerwaardezoekers. En, en de mensen die gewoon meegaan. Voor sommige mensen is het een beetje als een scoutskamp. Dus je zet wel je tenten op, die dan wel middeleeuws zijn, en je gaat koken op een vuur en je bent samen, je bent een keer zonder je gsm, zonder je moderne gelegenheden. Voor anderen, en ik ben ook meer aan die kant, is het een manier om in contact te treden met je verleden. Als historica heb ik heel veel geleerd over tendensen in de geschiedenis, over theorieën, over grote valslagen enzovoort. Maar het is pas nu dat ik eigenlijk kan voelen hoe dat mensen zich gevoeld moeten hebben. En je kunt ook veel beter dingen kaderen. Je kunt soms beweringen over de geschiedenis counteren, van ja, dat is niet praktisch. Ze zouden dat niet gedaan hebben, want dat, 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 dat is niet logisch om dat zo te doen. Um, en dat is, dat is een kant van, van de vereniging die ik heel interessant vind. Um, bijvoorbeeld vuur, licht. Dat is zo normaal, we hebben dat overal. Als je s'avonds naar huis gaat, doe je licht aan, je hebt licht. Als je op straat loopt, heb je hebt straatlantaarns, je hebt overal licht. Als je in een veld zit, in de... hier bijvoorbeeld in Nieuwmünster, heb je wel een klein beetje straatlantaarns, maar voor de rest is het hier donker. Als je geen vuur hebt, zie je niks. En het is ook niet dat je iets kunt doen. Ik, uh, ik maak uh, mutsen en zo. Als dat donker wordt, is dat gedaan. Je kan niks meer doen. Koken, je moet zien dat je gekookt hebt tegen dat het donker wordt. Want als, je, als het donker is, is het gedaan. Gewoon het feit dat dat licht en dat vuur zo belangrijk is, als, in, als we in de winter op campement gaan en het is koud, heb je vuur nodig. Dus dat vuur is zo centraal en zo belangrijk, en dat zijn we echt kwijtgeraakt vandaag, voor ons dat allemaal vanzelfsprekend nu. En net dat door hoe het te focussen op dat vuur en hoe belangrijk dat, dat is, snap je veel beter in de oude legendes en oude verhalen waarom dat, dat vuur daar ook weer zo centraal stond? En pas als je dat echt experimenteel, als je proefondervindelijk ondervindt, besef je dat beter. En kun je, daar ook, kun je dat meenemen ook als je denkt over de geschiedenis. De uitdaging in onze vereniging is: voor veel mensen is dat tijd, vooral tijd. Um, we, we doen een, tussen 10 en 15 kampementen per jaar. Dat zijn weekenden. Dus de vrijdagavond uh, stel je op, en zondagavond, meestal is het na, na middernacht dat we in ons bed liggen. Uh, en dan volgende dag moeten gaan werken. Uh, mensen die, die getrouwd zijn of die, die samen zijn met iemand die niet in de vereniging zit, die moeten vaak wel, wel weer wat schipperen dat ze ja, niet alle weekenden weg zijn of hun vrije weekenden daaraan ophangen. Dus dat is, uh, dat is wel een uitdaging. Um, en voor sommige mensen, het is geen vereiste, uh, maar sommige mensen hebben ook het gevoel dat ze echt een personage moeten maken of dat ze heel veel over de geschiedenis moeten weten. Dat is niet zo. Maar soms kan dat in het begin wel um, intimiderend overkomen als je mensen hebt die wel personages hebben uitgewerkt. Want uh, je weet niet altijd waar je moet beginnen. Ja, hoe be ja, wie moet ik zijn? Je hebt zoveel ja, personages in de middeleeuwen. Wat wil ik zelf doen? Wat kan ik doen? Waar heb ik energie voor? Waar, waar haal ik energie uit? Um, dat denk ik dat er twee uitdagingen zijn in de vereniging. Dat die tijd en ook gewoon de veelheid aan informatie en de veelheid aan dingen dat je kunt doen en leren. Als, als je lid wilt worden, denk ik dat een goede eigenschap is dat je geïnteresseerd bent in geschiedenis. Anders kun je ook bij de scouts gaan uiteindelijk. Um, dus je moet wel iets wat van interesse hebben in de geschiedenis. Dat moet niet ver gaan. Je moet daar geen doctoraat over schrijven. Um, maar als je bij de templiers bent, wordt toch wel verwacht dat je na een paar maanden toch wel weet dat de templiers ongeveer waren. En daarnaast mag je ook niet bang zijn om je wat te maken. Of uh, en, en, ja, te werken, um, als je de afwas doet, we hebben ketels die op het vuur staan, die zijn roetzwart. Uw handen zijn ook zwart na de afwas. Um, en het is niet dat er altijd vlak bij water is en een pompje om uw handen te gaan wassen en zo. Soms lopen heel de hele dag rond met Ay, zwarte handen. Uw gezicht dan waarschijnlijk ook, maar het komt er een keer aan uw gezicht. Um, dus je mag zeker niet, niet bang zijn om, u, om uw handen ook wat vuil te, te willen maken. Uh, dus we hebben ook wel mensen die in het dagelijks leven super deftig zijn, heel mooi gekleed, mooi opgedoft en, en heel de mol. Uh, maar op kamp verdwijnt dat dan volledig. <laughs> Ik denk dat ook de, de nummer, één, nummer één na een kamp zijn frieten, <laughs> en nummer twee na een kamp is een douche. <laughs> we, we hebben bepaalde kampementen die vast zijn, dus daar gaan we naartoe en dat is puur entertainment voor het publiek. Maar soms, zoals hier bijvoorbeeld, staan wij ook om echt mensen iets bij te brengen want hebben heel veel kinderen die vandaag uh, hier zijn doorgegaan, die een keer een zwaard hebben kunnen vasthouden, die ze ook uh, de bescherming hebben kunnen aandoen. Dus zij leren ook weer wat bij over de geschiedenis. Niet alleen de kinderen natuurlijk, ook de volwassenen. Uh, die dingen die ik nu daar straks heb gezegd over de ja, witte ridders en zo. Heel veel mensen weten dat niet. En door hier eens te zijn en door het ook allemaal te zien en te kunnen meemaken, uh, maak je het veel tastbaarder voor mensen. En je hebt soms ook mensen die daardoor zeggen van. Ik ga dat een keer opzoeken. Dat is interessant. Ik ga dat, ik ga dat ook een keer bekijken. Ik denk dat heel veel mensen op deze manier ook kunnen triggeren. Het is niet naar een museum dat je plakkaatjes moet gaan lezen. Je zit echt in uw kamp leven. Je ziet het vuur, je ziet dat we soep klaarmaken, je ziet dat we schrijven op perkament. Dat maakt het veel, veel tastbaarder. Anderzijds hebben we ook, uh, we hadden voor het een tactisch kampement. Een tactisch kampement is eigenlijk gesloten voor het publiek, dus heeft op zich geen waarde voor het publiek. Maar wat we daarin doen, is bepaalde. Uh, we hebben een karavaan met strijders en dan rovers die in de bossen zitten. En we kijken, dat is geen scenario. We weten gewoon dat die karavaan op die weg gaat. En de bandieten moeten maar kijken hoe dat ze die karavaan kunnen veroveren. Daar zit heel veel tactiek achter. Tactiek die ook vandaag nog in het leger wordt gebruikt. En dat is echt uitvolen van, goed, wat is het belang van de boogschutters hier? Wat is het belang van uw, uw terrein hier? Um, en ik weet dat maar voordat ik bij de vereniging zat, dat er ook eens een aanvraag is ingediend... Om dat als een experimentele archeologie eh, te beschouwen. Dus om dat ook voort te studie rond te doen. Want door het uit te beelden. Er is een hele mooie quote in een boek dat ik ooit heb gelezen. Uh, ja, We stonden op 15 mijl van Parijs. Dat was helemaal niet ver. We hadden Parijs kunnen nemen. Waarop dat de, de aanvoerder zegt: ja, 15 mijl, maar je weet niet wat dat is. Als, het, als je koud zit, als het koud is, als het donker is, als je geen eten al hebt gehad, als je met moeite nog drinken hebt, dan is 15 mijl een onoverkomelijke eh, eh, hindernis. En dan merk je hier ook. Uh, we kunnen wij wel rondlopen in ons Malium, we kunnen ons rondlopen in onze Gambazons, maar gaat daar geen drie dagen mee, mee rondlopen? Of het moet echt aan uiterste nood zijn. En dan apprecieer je dat ook veel meer wat er vroeger werd gedaan en waarom dat ze bepaalde beslissingen namen en andere dingen niet deden, andere dingen wel deden. Dus het heeft een belang voor het publiek om de geschiedenis bij te brengen, om, om interesse te geven aan die geschiedenis, vooral aan de kinderen ook. En anderzijds, ook archeologen of zo die langskomen, of historici, die kunnen ook meenemen. Als ze zelf daarover onderzoek doen. Wat ik het leukste vind is dat ik heel veel bijleer. Ik, als historica was mijn focus op de 16e eeuw. Dus ik wist eigenlijk niet zoveel over de Tempeliers en over de middeleeuwen. Dus het is nu een heel nieuw onderzoeksveld om, om, ja, om te onderzoeken. En ook heel veel, ja, zoals, zoals ik al zei, heel veel zaken die we denken te weten die eigenlijk niet kloppen. Uh, voor het ook? Mijn, mijn personage heeft echt bestaan. Ik ben er al. Twee jaar mee bezig om daar iets wat... Uh, om die, die, die bronnen van die familie, van, van die vrouw ook raad te plegen. Om te kijken hoe dat die, hoe dat die bestaan heeft. Waarom dat die bepaalde keuze heeft gemaakt. Dus dat is voor mij het leukste. En het tweede is natuurlijk met, met deze groep op, uh, op kamp gaan. We hebben geen gsm niet meer uh, tijdens, onze, tijdens onze uitstap. Uh, we hebben geen moderne materialen. Dus s'avonds, uh, opnieuw, als er geen licht niet meer is, zit je rond het vuur en je babbelt. Gewoon babbelen. En dan lijkt het, je kunt dan tot drie uur s'nachts, je hebt ook geen horloge, dus wie weet hoe laat dat is. zit er gewoon met mede rond een vuur te babbelen. En ah, de sterren zijn nu toch wel al vrij ver gepasseerd. Het zal wel al laat zijn. We hebben ook gehad dat het intussen al ochtend was geworden, want oh nee, door. We zagen opeens uh, iets wat licht in het oosten. Dan was het tijd om naar bed te gaan. Uh, het ontbijt was om achter uur de volgende dag. was iets stiller dan normaal.